verhalen voor alle mensen en makers. Buurtfilmfestival. Welkom bij het ABFF TV. Het is een programma van het Amsterdamse Buurtfilmfestival. Mijn naam is Kibret Mekonnen, initiatiefnemer en artistiek leider van dit mooie filmfestival in Amsterdam. Vandaag zit ik hier in de studio samen met Anita. Ja, hartstikke leuk. Hoi, fijn dat je bent. Ja. Welkom. Nou, ik vind het een enorme leuke eer eigenlijk om hier te mogen zijn. Mooi, Anita. En dat we een beetje over film gaan praten, toch? We gaan over film praten, we gaan ook over jou praten. Maar, misschien leuk om jou eerst mooi thee aan te bieden. Vind je het goed? Oh, heerlijk. Nou, het is een mix thee van alles. Ik hoop dat je het wel lekker vindt. Nou, ik denk het wel. Ja. Hey Anita, wat heb jij meegenomen? Waar kom je vandaan? In Amsterdam bedoel ik dan, hè? Nou, ik ben geboren in Amsterdam. En ik woon bij de Nieuwmarkt. Dat is echt hartje stad. Ja. En dat is een buurt die natuurlijk heel erg veranderd is. Vooral de laatste tijden. Ja, heel druk, heel veel toeristen. Jammer genoeg is het niet meer ja, die samenhorigheid die we vroeger hadden. Ja. En in de buurt deden we ook heel veel projecten samen. Onder andere open ateliers, ja. Ook filmpjes samen maken. Ja. Nou, allerlei leuke initiatieven. Dat is een beetje moeilijker geworden, maar we proberen het toch hoog te houden. Ja, mooi. Je hebt iets meegenomen. Ja, en ik heb een fietslampje meegenomen. Aha. Ik wilde eigenlijk een bel, maar die kon ik op het laatste moment niet meer vinden. Want fietsbel? Ja, okay. De fietsbel is eigenlijk toch nog iets meer wat mij aan Amsterdam doet denken. Want ja, die gebruik ik de hele dag. Ja. Dus je fietst best fel, hè, in Amsterdam? Ja, ik doe alles op de fiets. Je doet alles op de fiets. Mooi, mooi. Hey, even nog een keer over jouw jeugdtijd. Dus je bent geboren in Amsterdam. Ja. Ja, gewoon Amsterdammer, hè? Ja, ja. Ja, hoe was het in jouw leven toen nog, als je nog kleine kind was in Amsterdam? Ja, weet je, je kan het bijna niet meer vergelijken. Nee. Het was, ja, het was eigenlijk een hartstikke leuke stad. En ik heb heel veel herinneringen dat je gewoon als jonge meid 's avonds, 's nachts alleen door het Vondelpark kon fietsen. Ja, ja, ja. Zonder lastiggevallen te worden. Kan misschien nu ook nog hoor, maar ik doe het niet meer. Yeah. Ja, er was veel meer ruimte. Yeah. Er waren minder mensen. Het was veel minder ja, agressief. Hè? Nu iedereen ik. Ja, het was eigenlijk een ontzettende leuke tijd. En wij hebben ook alles meegemaakt. Hè? Yeah. Dat, de vrijheid van alles eigenlijk. En dat proberen wij nu destijds om een beetje terug te krijgen, hè? Dat de samenhorigheid in Amsterdam enzovoort. Heel belangrijk. Ja. Hey, jij bent dus filmer, je filmt, je hebt ook bij ons een film ingediend. Maar waar komt dat interesse vandaan? Is het een soort van familie geërfd of zo? Nou, nee, het komt, ik moet je eigenlijk het even uitleggen. Ja. Ik ben zelf beeldend kunstenaar. Ik heb Rietveld gedaan vroeger. Wel creatief mee, iemand. Ja, ik ben altijd heel erg met beeld bezig geweest. Ja. Nog steeds. En op een gegeven moment... kijk, ik heb een atelier op het WG-terrein. En daar zit ik dan in mijn eentje. En het is een heerlijke plek. Een mooi uitzicht. Maar ik heb ook een enorme nieuwsgierigheid. En ik vind het ook heel leuk om projecten met anderen te maken. En op een gegeven moment in de jaren 90, denk ik, Erik Vonk, die ken je wel, die ook voor Salto heel veel projecten of programma's gemaakt heeft, Cult TV, die vroeg mij, god, wil jij niet meehelpen aan een cultureel programma? En dan kan je ook nog wat opleidingjes doen. Dat was toen bij de Open Studio. En nou, ja, gewoon hartstikke leuk, want ik heb natuurlijk altijd gefotografeerd ook voor mijn eigen kunst. Dus camera, fotografie, dat is allemaal een beetje hetzelfde, dacht ik. Nou, ik deed die opleidingen en ik vond het geweldig. Het was echt, ik was echt een soort spons die het allemaal opnam. En nou, dus met Evert heb ik heel veel kunstenaarsportretten gemaakt. En in die tijd in de stad, allerlei events, openingen. Dus daar heb ik enorm veel van geleerd. En toen op een gegeven moment kwam ik in een ander proces terecht. Ik reis namelijk voor mijn werk heel veel. En ik kwam onder andere in Noord-Afrika, ben ik heel veel geweest, en ook in Syrië. En in Syrië mocht ik een workshop geven aan de universiteit, de kunstuniversiteit in Damaskus. Foto en film, documentaires eigenlijk. En ja, dat was zo geweldig. En toen heb ik ook gelijk mijn eerste documentaire eigenlijk gemaakt daar. En ja, zo is het van het ene het ander gekomen. Ik krijg dus heel veel opdrachten ook. Ik kijk even hier in een boekje. Amsterdammer Anita Mizrahi. Ja. Is dit een Amsterdamse naam? Nee, dit is helemaal geen Amsterdamse naam. Nee? Nee. Wat komt er dan? Mijn vader kwam uit Turkije. Ah, ja. Ah, okay. En ja, dat is al natuurlijk een ander verhaal. Ja. Maar in die tijd toen hij hier kwam, ja, was dat heel normaal. Of je vader ook of uit Noorwegen kwam of zoiets. Ja, ja, klopt. Dus, klopt, mooi. Ja. Mooi. Hey Anita, dus je hebt deze mooie documentaire gemaakt, hè? Oude aan de Pieter Verhoef. Ja. Wie is dat, de Pieter Verhoef? Nou, Pieter Verhoef, die komt natuurlijk ook uit die tijd van de jaren 60, 70. Dat was een hele betrokken... hij kwam uit Friesland, maar het was een hele betrokken Amsterdammer geworden. Heel politiek geëngageerd, bewust. En die maakte films over ja, eigenlijk wat er toen al gaande was met de woningnood en de afbraak van buurten. En hij heeft onder andere een film gemaakt over de buurt van de Wibautstraat. Waarin hij op een hele mooie manier laat zien hoe bewoners zich toen, hè, wij waren toen veel actiever, zich organiseerden en tegen de gemeente ja, ingingen. En zij hebben dat uiteindelijk gewonnen, dat het grootkapitaal niet echt hun buurt heeft afgenomen. Ja. Het is later wel gebeurd op andere plekken, maar... hij heeft dat heel mooi in beeld gebracht. Dus hij is filmer? Ja, hij was filmer. Hij was filmer. En dus jij hebt zo'n documentairefilm gemaakt over hem? Ja. Om bij de ABFF te presenteren. Ja. Wil je ons kort vertellen over het film, over jouw film? Nou, ik werd uitgenodigd bij een soort memorial van Pieter Verhoef, want hij is in 2019 overleden. Hmm. En helaas door die corona is dat een beetje uitgesteld. En ik dacht in 2021 hebben ze in het Parooltheater een ode aan Pieter Verhoef gebracht. En daar waren natuurlijk heel veel van zijn vrienden, maar ook die oud-buurtbewoners waren er ook nog. Die wonen natuurlijk niet meer echt daar in de buurt. Ja. Maar... nou, dus ik heb heel veel met hun gesproken en toen kwam bij mij het idee van... hey, voor dat Amsterdam Buurtfestival is dit een heel leuk onderwerp, want het is echt zo Amsterdams. Ik maak daar een reportage van hoe die buurt nu is. Ja, mooi. En mooi. Nou ja, dat zie je in mijn film, hoe die veranderd is. Je kunt ons wel verder over de hele documentaire vertellen, maar laten we eerst het film zelf gaan kijken. Neem je thee, we gaan de film kijken. Ja, het was een hele joviale, vriendelijke man die met iedereen gemakkelijk contact maakte en waar je het altijd plezier mee had. Moet ik toch wel meedelen dat dit waarschijnlijk het laatste Weesperzijde filmfestival gaat worden en misschien dit jaar ook wel het laatste Weesperzijde festival. Dus als er iemand in de zaal is die het stokje wil overnemen, heel graag. Ja, we willen natuurlijk heel graag een ode brengen aan Pieter, die heel erg bij onze buurt betrokken is geweest. Het is best wel urgent ook. Hè? De parallellen zijn groot. Daarom komen ook veel van die stelletjes hier wonen. Ik kende deze straat, Weesbezijde, en dat het een mooi plekje is. Dus daar wilde ik altijd wel een keer wonen. Ja. Komen jullie uit Amsterdam? Nee. Uit de buurt van Den Haag. Uit Bodegraven, dat is bij Gouda. Ik weet wel iets over de jaren 70 en 80, maar als je zegt specifiek deze buurt, nee. Verder niet tot grote vraagtekens. Ik heb het hier nog even gespecificeerd. Ja. Voor de rest dacht ik dat ik nou volgens de Duitsland bezig moest. Nou, Kees, als dit lukt, dan heeft het consequenties voor de stadsverdieping in heel Mokum, hoor. Ja, want dit is toch de eerste keer dat er een verdiepingsplan tot stand komt voor een buurt waar de buurtbewoners zelf hun wensen kenbaar hebben gemaakt volgens doelstellingen door de. Mijn 70 jaar waren in het zuiden van het land. Ik las in de krant over wat hier allemaal aan de hand was. Dus dat was interessant. Maar ik weet er verder zelf heel weinig van. This district we have to do with a concept for the whole city. We have not only to do with this small area here. We have to do with the whole town. And, not only with houses, also with traffic lines. Betaalbare woningen hier zeker in die rotzooi. Al dat kokeren, weet je wel, wat we doen, hè? Tegen die tijd heb ik al ouder, hè? Blijf jij helemaal lekker in je koolhoopje zitten. Hé, schat? Ga je er ook mee vanavond? Nou, ik kan toch niet. Mijn man zit in de nachtdienst en ik heb geen oppas. Vroeger had je eerst dat je mensen, ja, de in was ook veel vrouwen op zichzelf. De een was lerares en de ander stewardess, weet ik, allemaal heel ander soort mensen gewoon. En nu zijn het stelletjes, vooral volgens mij omdat ze niet alleen meer die prijzen op kunnen hoesten. Hè? Terwijl het dus vroeger een hele arme buurt was, hè? Oh, dat wist u niet? Ja, allemaal krotten. Erg veel verslaafden woonden hier. Een hele zware problematiek van drugs. En drugsgerelateerde problemen. En dat is toch uiteindelijk heel goed schoongemaakt. Meneer wat winkeltjes, een sporthal, een speelplaatsjes, kunstlocatie, ik ken dat wel. Ja. Hierbij open ik deze vinger. De hoge inkomens de stad in en de lage inkomens de stad uit. Vernietiging van de middenstand. Luxe appartementbouw. Ja, de bewoning is ook wel erg veranderd. Dat is toch echt wel juppen nu geworden. Op deze manier is het niet met jullie vandaag te praten. Dat heb ik al eens vaker tegen u gezegd. Ik praat wel niet met gewone mensen in deze wijk. Laat jullie wonen. Mag ik jullie even wat vragen? Ik weet niet nou toch. Nu komt ik gewoon hier al 30 jaar in de buurt. Maar ik heb een balkonnetje en dat is nou ja, helemaal verpult verteld. Ja. Dat valt zo allemaal naar beneden. Ja. Maar mijn man is invalide al 8 jaar. Ik heb een paar lange benen. En dit is net zo'n zonnig balkonnetje. Maar de bouwwoningstoezicht doet er niks aan. Het is verschrikkelijk. Ik ben wel naar Amsterdam gekomen. Ja, dit was een vrijstaat. Het is niet meer. Helaas, pindakaas. We hebben nog wat te doen met het bestuur, noem maar op. Maar dat is wel de reden waarom ik naar Amsterdam gekomen ben. Je kunt zijn wie je bent. Doen wat je wil. voortdurend over democratie, maar jullie mensen spelen de bal voortdurend met de hand. Dat je geen socialist is, wist ik al. Dat je geen democraat bent, dat is nieuw. Dat was profetisch wat die jongen achter in de zaal liep. Ik deed veel met amateurs. En het was niet vanwege geldgebrek, maar omdat hij het ook heel erg... Hij was op zoek naar authenticiteit. Oorspronkelijk zouden mensen van het werktheater dat doen. En dat, toen dacht Pieter van, nou ik kan net zo goed Gerda en John, heette mijn man toen, nemen. Dat was je echte man? Dat was toen mijn echte man. Ja, dat was mijn echte man, ja. Ja. En je echte kind? Nee, dat niet. Nee, dat was geleend. Ik vond het feest der herkenning, vooral hoe de mensen erbij liepen, hoe de straat eruit zagen, de verkrot Amsterdam. We hebben nu heel andere problemen in de stad, die hebben we ook, maar het was vooral heel erg leuk om het van Amsterdam van zo lang geleden te zien. Zo, supermooi. Ja, leuk om hem weer terug te zien. Ja, toch? Ja, toch? Ja. Hoe heb je dat film gemaakt toen dan? Ben je meteen op pad gegaan? Bij de gelegenheid om het te filmen? Hoe is het gebeurd? Nee, nou we hebben... Ik heb dus ter plekke gefilmd tijdens die soort memorial. Ja. Nee, dat is niet het goede woord. Het was echt een ode voor hem. Zijn films werden ook vertoond. En dat was een hele leuke middag. Ik heb toen ter plekke daar gefilmd en ook de mensen geïnterviewd. En toen later ben ik dus een week later teruggegaan naar die buurt. Om die buurt in beeld te brengen. En de mensen die er nu wonen te ondervragen. En van, god, weet je wel waar je woont nu? Nou, en toen was het heel grappig, want de meeste van die mensen die er nu wonen, die weten niets van die acties en die actiegroepen uit de jaren 70, 80. Dus dat zie je ook in de film, hè. Dat was eigenlijk heel verrassend. Dat tegenwoordig men helemaal niet meer de geschiedenis kent. Of, behalve één, geloof ik, die daar al jaren woonde, weet je wel, die dat meegemaakt had. Ja. Dus je hebt het gewoon... zelfstandig gefilmd. Ja, ja. Heb je het ook zelfstandig gemonteerd? Hoe was het hele werkproces? Ja, nou, ik heb het samen met iemand anders gemonteerd, die het ook gefilmd heeft, terwijl ik de interviews deed. Het had wat mij betreft ietsje langer gekund. En misschien maak ik er nog eens een tweede versie van. Ja, ja. Ja, mooi. Ja, mooi. Want het is het gewoon waard. Ik ben zelf een filmmaker die... heel veel maatschappelijk projecten doet. En ook veel vrouwenprojecten. En heel verschillend. Dus ik vind dit ook... geschiedenis boeit mij enorm. Ja. Dus deze film is op het festival ABFF in februari vertoond. Verder ergens anders vertoond. Hoe was het de reactie van de mensen? Nee, ik heb hem... hij is nog een keer op een ander festival vertoond. Ja, mensen vinden het hartstikke leuk om ook die oude beelden te zien. Hè? Want we hebben ook nog wat archiefbeelden erbij gedaan. Om te zien hoe was die tijd toen. Hè? Je ziet ook straten met veel minder auto's bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Nee, het was een leuk project. En de familie, want je hebt ook een zus geïnterviewd. Zijn vrouw geïnterviewd. Ja, die vond het ontzettend leuk. Ja, die was heel... gelukkig, het was al 2 jaar geleden dat hij was overleden. Dus, weet je wel, de ergste pijn was zij waarschijnlijk al te boven. Dat hij er niet meer was. Maar zij vond het ontzettend leuk, ook dat het georganiseerd werd. En... dat wij hem zo in het zonnetje zetten. Ja, mooi. Jij bent super hiermee tevreden met deze documentairefilm van jou, neem ik aan. Ja, geloof ik. Ja. En je bent ook super actief bij jou in de buurt. Je kijkt de buurt best bewust. Is er nog een volgende project? Is er nog een kast dat je zegt, nou, ik mag nog een film hierover of zo? Nou, ik kijk nooit zo... Ik heb een heleboel projecten lopen. En ik kijk gewoon, wat komt er op mijn pad? Dat vind ik eigenlijk de leukste manier om te werken. Niet zozeer al van tevoren jarenlang aan een project werken en geld moeten vragen. Want dat is dus wel het nadeel van in Nederland iets te maken. Iets om te filmen, ja. Maar loop je wel met de camera in de buurt af en toe? Of ben je ook een beetje spontaan filmmaker, zeg maar? Ja, nou ja, ik kan 's ochtends iets horen en dan het 's middags gaan doen. Ja, dat is wel geen enkel probleem. Ik heb een kleinere kamer, maar een redelijk professionele camera die ik makkelijk in een vliegtuig kan meenemen, zonder dat ze denken van, oh, wat is een journalist, wat gaat die doen? Ja. Er zijn landen in de wereld waar je dat beter niet kan zijn. En ik kan altijd nog net ermee wegkomen dat ik een soort toeristisch filmpje maak. Ja, maar dan toch even concreet vragen, want het ABFF gaat verder door. Heb je nog volgende jaar het film? Ja, nou, daar zit ik wel aan te denken. Hè? Ja. Ik ben bezig, ook met een collega, om even een leuk nieuw project te maken. Mooi. Ja. Ja, supermooi. Hey Anita, het was leuk met jou te spreken. We kunnen ook nog verder over jouw joktijd. Amsterdam, je bent gewoon Amsterdammer. Leuk om met jou te spreken. Maar we hebben heel kort uitzendingtijd voor een half uur. Dus laten wij het hierbij zitten. Nou, ik vond het heel erg leuk om met jou even in gesprek te gaan. Absoluut. En veel succes hè, met het Buurtfestival. Dank je wel. Ook u thuis, bedankt voor het kijken naar het ABFF TV. Mijn naam is Kibret Mekonnen en graag tot de volgende keer.